Welkom bij het live interview van Room for Discussion. Vandaag interviewen wij, Lois en ik, Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Joris Thijssen, de ex-directeur van Greenpeace. Ze zijn nu allebei actief voor de Partij van de Arbeid. En vandaag, op 14 maart, interviewen wij hun over het klimaatalarm wat vandaag wordt geslagen. In 40 verschillende steden in Nederland wordt er een klimaatmars gehouden. En we zullen dit adresseren. We gaan het hebben over de verkiezingen en natuurlijk over de partij, de PvdA zelf. Hierna is er een live Q&A waarin iedereen zijn vragen kan stellen. Je kan ze dus nu ook stellen. Wij zullen ze doorgeven en zorgen dat deze twee heren de vragen goed beantwoorden en niet omheen draaien. Beste meneer Timmermans, we beginnen met een vraag aan u. U bent de hoofdverantwoordelijke voor de Europese Green Deal. Dit zou de hele Europese Unie in 2050 klimaatneutraal maken. Maar dit plan gaat ook een biljoen kosten. 1000 miljard. Waar gaat u dit geld vandaan halen? Als je wil berekenen wat het kost om dat te bereiken, dus klimaatneutraliteit in 2050, moet je er eigenlijk naast leggen wat het zou kosten als je het niet zou doen. Dat doen we veel te weinig. Want de kosten van het niet doen, je laat de temperatuur uit de klauwen lopen, dan bereik je een aantal zogenaamde tipping points en dan heb je het echt niet meer onder controle. Dan komen er gewoon oorlogen over water in de toekomst. Die kosten zijn vele malen hoger dan het investeren in het klimaatneutraal maken van de samenleving. En dat is niet alleen iets wat ik nou even lukraak hier beweer. Je ziet het dat de financiële markten, de grote investeerders, het grote bedrijfsleven ook en de overheden in de hele wereld dit in de gaten hebben gekregen. En het zal dus relatief eenvoudig zijn in verhouding tot het alternatief om te investeren. Daarmee is niet gezegd dat het makkelijk is. Het wordt ontzettend moeilijk. Maar als ik bijvoorbeeld zie hoeveel belangstelling er nu is voor de Europese green bonds die eraan komen. Financiële markten zitten er echt op te wachten. Als ik ook zie dat een heel veel delen van het bedrijfsleven men nu echt nadenkt over duurzaam investeren in de economie van morgen, dan word ik wel optimistischer. Ik denk dat heel veel van de kosten zullen gaan zitten in ons aanpassen aan de klimaatverandering die er al is. He, want het klimaat is dus al veranderd. En dat alleen al zal heel veel investeringen vergen om de kust te beschermen, om te voorkomen dat we niet 1 miljoen soorten verliezen in de natuur. Dus we moeten nu al heel erg investeren om het kwaad dat is geschied binnen de perken te houden. Doen we dat niet, dan raakt het uit controle en dan is de rekening in allerlei opzichten vele, vele malen hoger. U heeft het over dat het uit controle raakt. U heeft het over oorlog, over water. Maar kunt u ons precies meenemen in hoe dit hele doemscenario? Want we hebben het over nu een halve graad, 2 graden. Wat maakt het uit of het in de zomer 38 of 40 graden is en in de winter 2 of 5? Nou, ik wil jullie daar graag in meenemen, want ik vind dat het daar te weinig over gaat. En ik begrijp ook wel dat het voor politici moeilijk is hierover te hebben, want jij noemt het al een doemscenario. En we willen als politici nooit over doemscenario's praten. Maar laat de wetenschap leidend zijn. Je hoeft mij niet op mijn oude blauwe ogen te vertrouwen. Vertrouw dan wel de wetenschap. En de wetenschap zegt heel duidelijk, als we door die 2 graden heen schieten, zelfs als we door die 1,5 graad heen schieten, en als we doorgaan met het beleid zoals het nu is, gaan we naar de 3, 4 graden temperatuurstijging, dan zal het weer nog onvoorspelbaarder worden. Dan krijgen we nog meer droogte. De Nederlandse landbouw heeft nu al enorm veel last van de droogte. Die droogte krijgt verder om zich heen. Dan zal de afkalving van de kust zal nog veel sneller gaan. De golfstroom en andere natuurlijke fenomenen die het klimaat in balans houden, zal verstoord worden, waardoor we totaal uit balans raken wat het klimaat betreft. En de voedselproductie zal wereldwijd enorm ontwricht worden, zodat we te weinig eten hebben. En water op sommige plekken zal veel te veel water zijn en op andere plekken zal veel te weinig water zijn. Nogmaals, ik wil geen doemscenario, maar ik vind wel dat we de wetenschap leidend moeten laten zijn. En de wetenschap is hier, en dat mag ik toch tegen studenten zeker wel zeggen, de wetenschap is hier kraakhelder over. Daar kan geen enkel misverstand meer over bestaan. Nou, het lijkt er een beetje op dat er, zo, zoals we horen van u, meneer Timmermans, dat er dus al redelijk wat draagvlak voor is. Er is interesse voor economische investeringen in klimaatneutraliteit. Dus de vraag is voor meneer Thijssen. We hebben het al een beetje gehad over de klimaatmars, maar is deze dan nog wel nodig als er al zoveel belangstelling is? U staat nog op mute.
Ah, zelfs na een jaar corona sta ik op mute zo af en toe. Maar goed, hier ben ik dan, zonder mute. Ja, het is superbelangrijk. Het is echt zo goed dat er vandaag tienduizenden en misschien wel veel meer mensen de straat op gaan. En gewoon heel duidelijk eisen aan van de regering. Dat de klimaatwetenschap is kraakhelder, zoals meneer Timmermans net zegt. En ja, wat kan ik nou zelf doen om het openbaar vervoer beter te krijgen? Wat kan ik zelf doen tegen de investeringen van Shell? Wat kan ik doen wat de financiële sector doet? Daar heb je nou een sterke overheid voor nodig. Die dat regelt. Die gewoon zorgt dat we inderdaad naar klimaatneutraliteit toe gaan. En daar heb je dus een sterke overheid voor nodig. En daar staat de Partij van de Arbeid voor. We zijn altijd opgekomen voor zwakkeren. Voor mensen die het minder goed hebben of die het een keer tegen zit. En nu heeft de Partij van de Arbeid dus ook gezegd. En wij staan ook voor die planeet. Want die hebben we gewoon keihard nodig om het een beetje prettig te houden op deze aardbol met elkaar. En de huidige regering heeft gewoon veel te weinig gedaan. Ze zeggen wel bij corona dat ze klimaatwetenschap volgen. Maar bij het klimaatbeleid doen ze dat bij lange na niet. Dus het is supergoed dat er vandaag weer tienduizenden mensen de straat op gaan. En dat we na de verkiezingen in die formatie klimaat één van de hele belangrijke issues maken die gefixt moet worden. Het is zo interessant dat u dit nu benoemt over PvdA en hun focus op klimaat. Maar toch denk ik dat er in het algemene publiek heel erg een idee is dat de PvdA niet per se een klimaat-eerste partij is. Mensen kijken dan misschien eerder naar GroenLinks of Partij voor de Dieren. Dus waarom heeft u, meneer Thijssen, dan gekozen voor de PvdA en niet een partij die klimaat echt op nummer 1 heeft staan? Nou, ik denk twee redenen. Eentje is dat de Partij van de Arbeid, het huidige verkiezingsprogramma is echt een mooi programma. En het is ook doorgerekend en het blijkt ook dat wij onze klimaatdoelen halen. Waar Frans in Europa ook zo keihard voor aan het werk is. Dat wij in Nederland ook hebben gezegd, die doelen die pakken we over en we gaan zorgen dat we het halen. Ook al is dat een ontzettend ingewikkelde en taaie klus, maar we gaan het doen. Dat is één. Dus de PvdA heeft echt een heel goed verkiezingsprogramma. Twee is dat de Partij van de Arbeid is dit jaar 75 jaar. En in die 75 jaar heeft de Partij van de Arbeid prachtige dingen voor elkaar gekregen. Dus de Partij van de Arbeid heeft aan de wieg gestaan van de verzorgingsstaat. Van een ouderdomspensioen. Van zelfbeschikking voor vrouwen. En zo kan ik nog wel meer dingen noemen. Dus waar ik 20 jaar lang bij Greenpeace voor geknokt heb, is dat klimaat hoog op de maatschappelijke agenda komt. En dat we die enorme transitie naar een eerlijke, duurzame toekomst, dat we die gaan maken. En ik denk dat de PvdA een van de partijen is om dat ook echt voor elkaar te krijgen. De sociaaldemocratie heel veel grote dingen voor elkaar heeft gekregen in haar geschiedenis. En als laatste ben ik ook gewoon heel erg blij dat we nou gaan samenwerken met bijvoorbeeld GroenLinks bij de formatie. Want ik denk dat we alle partijen keihard nodig hebben om dit klimaatprobleem op te lossen. Dat is heel duidelijk. Nu willen we eigenlijk verder gaan op een iets ander onderwerp. Deze vraag is voor meneer Timmermans. En dat is namelijk, na het aftreden van Lodewijk Asscher is er heel veel... dus er een beetje narratief opgekomen dat u misschien zelfs lijsttrekker zou worden. En zeker na het Timmermans-effect van de Europese verkiezingen. Waarom heeft u ervoor gekozen om dat niet te doen? En daar had ik eigenlijk twee redenen voor. En de eerste reden hebben we net over gehad. En dat is de Green Deal. Ik voel mij daar zeer verantwoordelijk voor. Ik heb daarvoor ook campagne gevoerd. Hè. Ik weet niet of jullie dat is opgevallen. Maar in onze verkiezingscampagne van het Europees Parlement stond de Green Deal echt vooraan. Sociaaldemocraten hebben daar harder voor geknokt dan wie dan ook. Dat is de eerste reden. En ik heb mijn belofte gegeven dat ik dat zou leveren. En als ik daar nu bij wegloop, ja, misschien komt er iemand die het van me overneemt, maar misschien ook niet. Want dan is heel vaak, als er dan nieuwe mensen moeten komen, dat dan de commissiepresident zegt, nou, misschien geeft het aan iemand anders. Dus dat was de eerste reden. En de tweede reden is dat ik ook zag gebeuren, stap voor stap, dat Lilianne Ploemen partijleider zou worden. Nou ja, dat vond ik echt heel erg goed. Dus ik kon met een gerust hart in Brussel blijven. Vond dat ik het moest doen, maar het kon ook met een gerust hart, omdat de Partij van de Arbeid met een hele goede lijsttrekker kwam. Beste meneer Thijssen, weer een vraag aan u. U was de directeur van Greenpeace, maar u heeft ervoor gekozen om toch de politiek in te gaan. Waarom denkt u dat u meer invloed heeft op het klimaat vanuit de PvdA dan als directeur van Greenpeace? Nou, ik hoop dat de Greenpeace net zo invloedrijk blijft. Of misschien nog wel invloedrijker door bijvoorbeeld dit soort klimaatalarmen als vandaag te organiseren. Kijk, wat wel gelukt is de afgelopen 20 jaar, en daar heb ik aan meegewerkt als bij Greenpeace, maar dat heeft de klimaatbeweging zelf natuurlijk ook gedaan, is dat klimaatverandering, toen ik daar 20 jaar geleden over begon, moest je echt uitleggen wat er aan de hand was. En nu is het gewoon één van de maatschappelijke issues waar we het over hebben.
Ook weer in een opinieonderzoek niet zo lang geleden bleek ook, dit is zelfs in coronatijden onderwerp 3 van deze verkiezingen. En toen heb ik gedacht, oké, dan... En we weten, de klimaatwetenschap die zegt, de komende 10 jaar moet het gebeuren. Dan moet die CO2-vervuiling scherp naar beneden. Dus toen dacht ik ook van ja, als ik de kans krijg, is dit ook het moment om naar de wetgevende instantie van het land te gaan, naar de Tweede Kamer. En om daar ook te knokken voor die meerderheden, voor die eerlijke en ambitieuze klimaatwetten. Dus daarom heb ik gedacht, ik maak de sprong. En overigens is Greenpeace in hele goede handen. Dus ik ben ervan overtuigd dat Greenpeace gewoon door blijft gaan met heel hard campagne voeren voor een veilige toekomst. Ja, want over de ambitieuze klimaatplannen, in zowel de Green Deal als in het partijprogramma van de PvdA wordt er niks gezegd over kernenergie. Terwijl bijvoorbeeld een partij als de VVD of landen als Frankrijk wel heel erg overtuigd zijn van kernenergie. Waarom zijn jullie niet overtuigd? Nou ja, wij zijn wel overtuigd. Wij zijn ervan overtuigd dat kernenergie gevaarlijk is. En dat het heel erg duur is. Dat zien we in de landen om ons heen. En we zien ook dat het overbodig is. En sterker nog, eigenlijk is kernenergie best wel een gevaarlijke afleiding van de partijen die of hun klimaatprogramma überhaupt niet laten doorrekenen, of de klimaatdoelen bij lange na niet halen. Dus we hebben het nu over klimaatverandering. En kernenergie kan de komende 10, 15 jaar in Nederland daar geen verschil in maken. Als we nu zouden besluiten, we bouwen een kerncentrale, dan draait die over 10 of 15 jaar. Wel, de klimaatwetenschap zegt, binnen 10 jaar, de komende 10 jaar, moet die CO2-vervuiling scherp naar beneden. Dus ik wil het niet hebben over kernenergie, want het levert gewoon niet. Ik wil het hebben over hoe krijgen we in de komende regeerperiode die CO2-vervuiling zo snel mogelijk naar beneden. En ik wil het hebben over hoe kan de grootste partij van Nederland, waarvan de premier in het Europees Parlement notabene nog heeft gezegd dat hij scherpere klimaatdoelen wil, hoe kan die dan met een klimaatplan komen wat hij niet eens laat doorrekenen? En waarbij hij ook bij lange na de doelen niet haalt waarvoor hij gepleit heeft in Europa. Dus ja, hij heeft mooie woorden bij jullie, meneer Timmermans, maar hier in Nederland laat hij toch heel erg liggen. Ja, dit was het nu voor onze vragen. En we gaan nu even overstappen naar de vragen die we op onze livestream krijgen. En ik denk dat, we hebben het net even over kernenergie gehad. En we krijgen nu op Instagram een vraag van Sarah binnen. En ik dacht dat misschien meneer Timmermans hier een interessant antwoord op heeft. Namelijk, hoe denkt de PvdA over biomassa? Ja, de PvdA, hè, dan vraag je echt naar de PvdA, maar dat moet Joris maar zeggen, is extreem sceptisch over biomassa. Maar daar heeft Joris ook hele duidelijke opvattingen over. Maar goed, ik moet ook natuurlijk de positie van de Europese Commissie hier voor het voetlicht brengen. Bij de Europese Commissie zijn we nu aan het bekijken of er zoiets is als duurzame biomassa. Dus we willen af van het hele bossen in de oven stoppen, wat nu nog te veel gebeurt. Maar als je duurzame bosbouw bedrijft. Je gebruikt die bomen voor om huizen te bouwen, wat we steeds meer zullen gaan doen. Je zorgt ervoor dat de biodiversiteit in de bossen goed op orde blijft. Dus dan kijk je ook naar wat voor bomen je plant, et cetera. En als je dan die bomen kunt gebruiken terwijl de bossen gezonder worden, dan is er ook, als je ze voor huizen gebruikt, voor meubels, blijft er altijd een deel van die boom over dat je niet kan gebruiken. Nou, als je daar een goede definitie voor zou kunnen vinden en je zou dat als biomassa kunnen gebruiken, dan zou het kunnen passen. Maar daar gaat wel heel veel studie aan vooraf. Nou, dat zijn we nu aan het proberen uit te vogelen in de commissie. En daar komen we hopelijk zo tegen de zomer met een duidelijk standpunt over. Dan hebben we nog een vraag voor u, meneer Timmermans. Deze is van Lotje. En de vraag luidt, beste meneer Timmermans, hoe denkt u als vicevoorzitter van de Europese Commissie over de nieuwe pro-Europese partij Volt? Zij willen bijvoorbeeld het vetorecht in de Europese Raad afschaffen. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het op zich wel mooi dat er een partij is die zich zo duidelijk tot Europese idealen bekent. Maar net zo goed als ik heel veel sympathie heb voor Partij voor de Dieren, heb ik niet zoveel met one-issue-partijen. Want ik vind, je moet als partij, dat is mijn sociaal-democratische achtergrond, je moet een maatschappijvisie hebben die de hele maatschappij omvat. En dan kun je wel one-issue pakken, wat heel belangrijk is, Europa of de dieren. Maar ik heb toch liever een partij die zeg maar dat breder opzet, dat in een breder kader plaatst. Dus vandaar dat ik ook binnen de Partij van de Arbeid altijd ervoor gepleit heb dat we pro-Europese partij blijven. Dus niet altijd
in dank afgenomen. Maar dat is toch in de afgelopen jaren, zeker na de Europese verkiezingen, wel duidelijk het geval. En sommige van de plannen van Volt, die vind ik gewoon te ver gaan. Alle veto's afschaffen vind ik gewoon te ver gaan. Dat kan op een aantal terreinen wel minder. Maar op sommige terreinen is het ook wel verstandig om een veto te houden. We hebben namelijk nog een vraag. We hebben heel veel vragen zelfs. En ik denk dat deze misschien wel interessant is voor meneer Thijssen. Namelijk, hoe verklaren jullie dat ondanks de wetenschap, waar we het al een beetje over hebben gehad, er toch nog steeds klimaatskeptische partijen zoals de PVV en Forum voor Democratie blijven groeien? Sorry, ik kwam heel even niet door. Dat klimaatskeptische partijen als PVV en Forum blijven groeien. Ja, dus vraag van Thijs. Hoe verklaren jullie dat ondanks de wetenschap, waar we het al een beetje over hebben gehad, deze klimaatskeptische partijen toch nog blijven groeien? Nou ja, ik denk dat, dat deze partijen over klimaat de wetenschap niet volgen. En inderdaad met allemaal getallen schermen en mensen een beetje bang maken voor klimaatbeleid. Terwijl zoals meneer Timmermans net uitlegt, als we niets doen zijn de kosten vele, vele, vele malen groter dan dat we nu in actie komen en werken we aan een eerlijke en duurzame toekomst. Die prachtig is. Ik bedoel, dat betekent niet dat je niet meer in een fijn huis woont. Sterker nog, in een klimaatneutrale toekomst woon je in een klimaatneutraal huis. En dat is comfortabeler, gezonder, met geen energierekening of een veel lagere energierekening. Dus dan wordt daar wel mensen wat van alles aangepraat. Terwijl als we dit op een goede manier doen met elkaar, dan is die toekomst veel schoner, veel groener en ook gewoon comfortabel. Het is niet alsof we daarop in hoeven te leven. Maar hier zit het wel. En ik denk dat PVV en Forum, er zijn natuurlijk heel veel mensen die stemmen daarop als een protest. En dat is ook een van de dingen die de PvdA natuurlijk heel erg ziet, is dat er is wel economische groei in deze samenleving. En we zien al dat de welvaart toeneemt. Maar dat komt toch terecht bij een heel select groepje mensen en bedrijven in de samenleving. Wat we natuurlijk zouden willen is dat ook andere mensen, ook mensen die het wat minder breed hebben, daar ook eens van mee profiteren. Maar ik denk, dus ja, er is daar ook wel gewoon onvrede over hoe het afgelopen jaar is gegaan. Wat we zien in uw antwoord hier al over klimaatneutrale huizen en een toekomst eigenlijk waarin iedereen profiteert van klimaatbeleid. Ik denk een hele grote angst van heel veel kiezers is ook dat zij zelf als individu moeten inleveren op, voor de kosten van klimaatbeleid. Ja. Dus mag ik daar wat over zeggen? Zeker, zeker. Gaat gaan. Ja, maar ik wil eigenlijk beginnen met vaststellen dat ontkennen van alle tijden is. Hè? Het gat in de ozonlaag werd door rechts ook heel lang ontkend. Hè? Het gevaar van asbest werd ook heel lang ontkend. DDT, nog langer terug, toen mijn ouders heel jong waren. Dat heel gevaarlijk was voor de gezondheid, werd ook ontkend. Roken, dat je daar longkanker van kon krijgen, werd heel lang ontkend. Het is echt een patroon dat als je dingen met dingen geconfronteerd wordt die je uit je comfortzone halen, die je nopen om te veranderen, die je nopen om je aan te passen, is altijd een groep die net doet of het niet nodig is. En dat is met het klimaat net zoals vroeger met roken en met andere onderwerpen. En dan is het je verantwoordelijkheid als je de wetenschap volgt om toch de kattenbel aan te binden. Dan mag je er niet voor weglopen. En ik vind het ontzettend belangrijk wat Joris zegt. Er is licht aan het einde van die tunnel. Maar wij moeten ervoor zorgen, en vandaar dat de Partij van de Arbeid hierin zo belangrijk is, dat dat licht er voor iedereen is. Want we hebben dus te maken met een klimaatcrisis. De risico van ecocide, hè, het verdwijnen van 1 miljoen soorten. We zitten midden in een fundamentele economische herordening. Het is gewoon een industriële revolutie waar we in zitten. De verhoudingen in de wereld veranderen. Niets blijft hetzelfde. Of we nou iets doen of niets doen. En als je niks doet, dan verandert het zo dat je een kleine groep enorme winnaars hebt en een grote groep verliezers. En de mensen die hun toevlucht zoeken tot de PVV en Forum, die zijn bang, en niet ten onrechte, dat zij het risico lopen tot de verliezers te behoren. En wat doen die partijen? Die bieden dan een soort terugkeer naar een verleden dat nooit bestaan heeft als vluchtheuvel. Maar in het echte leven kun je niet op vluchtheuvels leven. Dan verzuip je. Dus we moeten ervoor zorgen dat we mensen kunnen overtuigen dat als je het goed aanpakt, deze verandering voor iedereen goed uitpakt. En dat kan. We hebben de feiten en de middelen hebben aan onze kant. Maar hoe worden deze kosten van klimaatneutraliteit dan verdeeld? Want ik kan me voorstellen, u heeft het over winnaars en verliezers. En
dat er toch wel een soort angst heerst onder Nederlanders. Dat zij zelf moeten gaan opdraaien voor de isolatie van hun huizen of zonnepanelen op hun daken zetten. Ja, maar wij gaan met de renovatiegolf nu komen vanuit de Europese Unie ook. Dus er is met z'n allen is afgesproken dat we in het totaal zo'n 1800 miljard euro gaan stoppen in het herstel van onze economie na de COVID-crisis. Nou, onderdeel daarvan zal zijn om, we hebben gezegd, dat geld moet wel besteed worden, zodat we duurzaam worden als samenleving. En een groot deel moet voor klimaatbeleid besteed worden. Op dit moment gaan huizen ongeveer 1% per jaar minder energie verbruiken. Dat gaat veel te langzaam. Wij willen dat naar minstens 2% per jaar minder. Dat betekent dat je moet investeren. Je moet scholen, ziekenhuizen, je moet ook woningcorporaties helpen. Huizen beter te isoleren. Warmtepompen, zonnepanelen in heel Europa. En je moet het voor de mensen die een eigen huis hebben makkelijker maken. Je moet dat tailor-made kunnen aanbieden. Daar willen we aan werken. Ook omdat de hele financiële sector wil hierop springen. Waarom zijn banken hier zo voor? Een huis dat beter wordt, is ook meer waard. Dus die lening die je daarvoor verstrekt, die wordt terugbetaald. En waarom is het goed voor de economie? Omdat die huizen, daar moet meteen aan gewerkt worden. Dat zet de hele bouwvak meteen aan het werk. Dat creëert banen. En waarom is het goed voor de burgers? Omdat je energierekening fors omlaag gaat als je het allemaal doet. En je huis wordt meer waard. Dus er zijn allemaal winsten uit te halen. En dat is eigenlijk de aanpak waarop je de samenleving kunt omvormen naar een duurzame samenleving. Zodat iedereen dat mee kan maken. Maar het klinkt nu allemaal... Oh, sorry. Joris, iets toe te voegen? Dit is de renovatiegolf en er komt nog veel meer boeibeleid uit Europa. Maar vervolgens is er natuurlijk ook gewoon iets in Nederland aan de hand. Want de regering kan kiezen over hoe ze dan vervolgens met alles wat uit Europa komt, hoe je daarmee omgaat in Nederland. En laat ik twee voorbeelden geven van de afgelopen kabinetsperiode. De eerste is dat er geld opgehaald wordt bij de grote vervuilers. Dus er zijn 12 grote bedrijven in Nederland die heel veel CO2-vervuiling veroorzaken. Die moeten ongeveer 100 miljoen bijdragen aan de klimaattransitie. En in december hebben zij 2 miljard subsidie gekregen. En dan zie je meteen dat dat niet eerlijk is. Dan zie je dat burgers en MKB en midden- en kleinbedrijf dus heel veel moeten betalen om die grote vervuilers te vergroenen. En begrijp me niet verkeerd, ik ben helemaal voor die subsidies. Ik ben er helemaal voor om grote bedrijven te helpen die transitie te maken naar groen. Maar ik vind ook dat ze wel een eerlijke bijdrage moeten leveren. En dan zie je de keuze van dit kabinet om die grote vervuilers en die grote multinationals uit de wind te houden. En je ziet daar heel duidelijk dat de PvdA een andere lijn kiest. Wij zeggen, grote vervuilers moeten gaan betalen voor hun vervuiling. Geeft ze een enorme prikkel om te vergroenen. En we halen er geld mee op, zodat ze er ook kunnen helpen. Welke subsidie geven om te doen. En een tweede voorbeeld is dat, wat jij net vraagt, Lois, over moet ik dan dadelijk zelf die isolatie betalen? Wat je ziet is dat we ook heel veel huurwoningen hebben in Nederland. En die wooncorporaties die willen dat wel verduurzamen, maar die hebben de financiële middelen niet. Dus wat we gezegd hebben is in ons programma, die verhuurdersheffing van een aantal miljard, die schaffen we af, zodat de wooncorporaties ruimte krijgen om huurwoningen te verduurzamen. En dat zijn precies de mensen die natuurlijk het moeilijkst zitten qua geld. Die hebben het minste inkomen. Dus zo zorg je dat de lagere en de middeninkomens echt geholpen worden met een duurzamer huis. En ook daar zie je weer een andere keus bij CDA en VVD, die dat gewoon niet doen. En die inderdaad gewoon gaan zeggen, nou, je zorgt maar voor een betere isolatie en een betere ketel, maar dan moet je zelf voor opdraaien. Nou, daar kiezen wij expliciet niet voor. Ja, meneer Timmermans, we hebben hier een vraag die wel erg interessant is, want we hebben nu dus allemaal, we willen allemaal klimaatafspraken maken binnen Nederland. Wat gaat nou precies de Europese Green Deal doen als wij ons gaan verduurzamen en wij stellen klimaatakkoorden en doelen neer? Wat doet dan de Europese Unie precies als elk land voor zich al gaat verduurzamen? Nou, wat we doen is, we zeggen met z'n allen, Europa, zijn we het eerste continent dat in 2050 klimaatneutraal is. Dus dat betekent niet alleen dat je de uitstoot onder nul krijgt, maar dat betekent ook dat je voor een gezond milieu zorgt. Het zijn dus meer doelstellingen dan alleen maar de CO2 uit de atmosfeer halen. Dus dat hebben we met z'n allen afgesproken als Europeaan. Waarom is dat belangrijk? Omdat dat de enige manier is waarop je de rest van de wereld kunt meekrijgen. Als Nederland dat alleen doet, of Zweden of Duitsland, maakt dat geen indruk op de rest van de wereld. Die kijken echt naar wat doet Europa. Dus 2050 klimaatneutraal. Als je dat wil bereiken, ja, dan moet je ook wel een plan maken hoe je daar komt. Want je kunt niet denken, we gaan door zoals we nu leven en in 2028
2040 gaan we eens een keer heel hard ingrijpen en dan zijn we 2050 neutraal. Dus wat we gedaan hebben, is een plan gemaakt waarin we laten zien, dit moeten we doen tot 2030 en dan tussen 2030 en 2050 moeten we dat doen. En dan maken we als het ware een traject aan het doen. Nou, 2030, daar zijn we nog over in onderhandeling met het Europees Parlement en de Raad. Ons idee is, we moeten, tot nu toe is de afspraak 40% minder uitstoot dan in 1990. Wij willen dat verhogen naar 55% minder uitstoot dan in 1990. Want dan blijven we op dat pad naar klimaatneutraliteit zitten. Maar als je dat wil bereiken, dan moet je koolstof duurder maken. Dus dat zogenaamde emissiehandelssysteem moet strenger. Dat gaat al goed. Het kost al €40 om een ton CO2 uit te stoten. Die prijs gaat alleen maar omhoog. En dat is ook heel dringend. Dat dwingt bedrijven om die uitstoot te verminderen. Je zult moeten kijken naar hoe je fossiele brandstoffen vermindert. Je zult moeten kijken naar hoe je de energietransitie makkelijker maakt door het stimuleren van hernieuwbare energie, et cetera, et cetera. Zo kunnen we met een 12-tal voorstellen, al voor de zomer, om te laten zien hoe we dan ook die doelstellingen 2030 bereiken. En dat heeft alleen maar zin als je dat Europees doet. Ieder land voor zich, het milieu, de uitstoot, kent geen grenzen meer. Dus dat moeten we als Europeanen doen. En daarom kan ik nu ook afspraken met de Amerikanen maken. Daarom heb ik morgen weer een gesprek met de Chinese regering. Daarom gaan we ook met India, met Rusland en met anderen praten. Zodat we, als de wereld bij elkaar komt in november in Glasgow, dat we dan kunnen laten zien hoe we dit gaan bereiken en anderen kunnen overtuigen om stap voor stap hetzelfde te doen. Maar dan snap ik nog steeds niet wat de Europese Unie nou doet. Want het zijn allemaal regels die landen zelf implementeren. Of zijn dan regels dat de Europese Unie zegt, dit moeten jullie gaan doen. Dus de Europese Unie regels oplegt aan landen die dat moeten doen. Ja, als wij Europese afspraken maken over de transitie naar duurzame energie, gelden die voor alle lidstaten. Dus die zullen dat allemaal moeten vertalen in hoe zij ermee omgaan. Als wij het emissiehandelssysteem, wat een Europees systeem is, aanscherpen, dan heeft dat gevolgen voor alle lidstaten. Als wij ook internationale afspraken maken, dan moeten lidstaten dat in hun nationale beleid doorrekenen. En daar zit ik wel met een probleempje met Nederland. Want Nederland zegt wel zo leuk, wij doen mee en wij vinden die 55 goed en daar gaan we ook aan meedoen. Maar sommige partijen in de verkiezingen, met name in de peilingen grootste partijen en nu ook al grootste partijen in de Kamer, die van Rutte, die weigert gewoon om dat door te laten rekenen. Dus die partij kan gewoon niet laten zien of ze meent wat ze zeggen. En het grootste gevaar bij klimaatbeleid, vind ik, is het allemaal afspraken maken over doelstellingen en zeggen, ja, ik zal me daar aan houden zonder plan eronder. Dat is volkslakkerij, dat moet je niet doen. Als je een doelstelling hebt, moet je dat meteen kunnen vertalen in Europese en nationale plannen die elkaar moeten aanvullen. En het begint Europees, want alleen nationaal heeft het te weinig zin. En dan bent u dan niet bang dat er bijvoorbeeld landen uitstappen om deze regels, als de Europese Unie extra regels op gaat zetten? We zagen bij een Brexit, waarin Engeland eruit wilde omdat de Europese Unie regels ging opleggen, omdat het heel veel geld ging kosten. Als we nou kijken naar deze Europese Green Deal, komen er weer extra regels, gaat het ook geld kosten. Ben je niet bang dat er landen uitgaan? Nou, sterker nog, landen willen dit graag, omdat die Europese Green Deal, die komt ook met een enorme uitdrukking van solidariteit. Dus de landen die een zwaardere klus hebben, bijvoorbeeld een land als Polen, nog 80% afhankelijk van steenkool. De transitie in een land als Polen, 80% steenkool, is een andere transitie dan een land als Oostenrijk, waar de elektriciteit nu al voor 75% duurzaam gegenereerd wordt. Wat doen we dan? We zorgen ervoor dat we die landen die nog van de kolen af moeten, dat we die een extra steun geven om die transitie ook mogelijk te maken. Dus dat is ook Europese solidariteit die in ons alle belang is. He, want als er kolen gestookt wordt, hebben we daar overal last van. Maar die met name die landen met een achterstand extra steun in de rug geven om die transitie ook mogelijk te maken. Daarom valt er ook niemand buiten de boot. Zelfs degene die uit ideologische overwegingen eigenlijk tot zeer kort hebben volgehouden, er is geen probleem, dit hoeft allemaal niet en kolen is prachtig, die zijn nu van positie veranderd, omdat ze zien dat we enorm gaan investeren in de komende jaren. En zij ook zien dat ze die kolen aan de straatstenen niet meer kwijtraken, dus miljarden verliezen eraan. En denken van ja, laten we dat maar Europees doen. Dan heb ik tenminste nog een steuntje vanuit Europa om ervoor te zorgen dat die mensen die nu in de mijnen werken, straks een andere baan hebben. En dat moeten we organiseren. En vandaar ook dat er heel veel Europese cohesie is. Hier valt Europa niet op elkaar, integendeel.
Nou, laten we verder gaan naar een iets ander onderwerp. Namelijk een vraag van Tim aan meneer Thijssen. Meneer Thijssen, Greenpeace staat bekend als een groepering die zich strak aan de idealen houdt. Dit terwijl de PvdA in Nederlandse politiek gekenmerkt wordt door het poldermodel. Hoe gaat u deze twee denkbeelden mengen en bent u en wilt u ook water bij de wijn doen? Nou, eigenlijk niet. Zeg maar, de klimaatwetenschap is kristalhelder. Dat heeft Timmermans net wat uitgelegd. En volgens mij moeten we zorgen dat de volgende regering in lijn met die klimaatwetenschap handelt. En volgens mij is het heel goed dat ik als idealist dadelijk in de Kamer zit en daarvoor ga knokken, samen met de Partij van de Arbeid. En betekent dat dan dat er nooit een compromis gesloten moet worden, dat alles moet zoals Thijssen het bedacht heeft? Nee, natuurlijk niet. Dus ik heb ook in mijn tijd bij Greenpeace meegetekend met het energieakkoord. Dat was ook geen Greenpeace-akkoord, maar dat was wel heel erg goed. En daar hebben we gezorgd dat er een doorbraak kwam van windenergie op zee. Superknap. Ik heb ook getekend voor het Noordzeeakkoord. Om nog meer ruimte te maken voor wind op de Noordzee. Maar ook goed te zorgen voor de vissers. En te zorgen dat zij een transitiefonds krijgen. Ook dat was geen Greenpeace-akkoord. Maar echt wel hele goede stappen. En echt wel doorbraken op weg naar die klimaatneutrale wereld. Dus als we dat soort deals gaan maken in de Tweede Kamer, dan sta ik vooraan om te tekenen. Dat wil ik natuurlijk ook voor elkaar krijgen. Maar wat ook zo is, is dat als het niet goed genoeg is, ja, dan gaan we ook niet tekenen wat mij betreft. En dan moeten we gewoon nog even doorpraten om te zorgen dat het wel goed gaat. Ja. Nou, dat is duidelijke taal, denk ik. Ja, duidelijke taal. Geen water bij de wijn dus. Nog een vraag aan meneer Thijssen. Een beetje. Het staat vanuit Thijssen. We kunnen wel compromissen maken, maar de doelen, die moeten we echt halen. En er zijn verschillende manieren om dat te doen. En daar kunnen we het natuurlijk over hebben. Want ja, daar moeten we het over hebben. Want ik snap ook dat we niet... We krijgen geen 76 zetels als PvdA deze ronde bij de verkiezingen. Maar dat doel moeten we echt halen. En hoe we het dan halen, daar gaan we dan eens even flink over met elkaar in debat. Wat nou de manier is om dat te doen. We hebben nog een vraag aan u, meneer Thijssen. Want volgens het CPB gaat met de plannen van de PvdA de staatsschuld stijgen met 25%. Wij als jongeren zijn dan bang dat wij straks lasten moeten dragen over een aantal jaar als dit allemaal moet worden terugbetaald of als we weer die staatsschuld omlaag willen halen. Hoe gaat u zorgen dat wij niet als jongeren de lasten moeten dragen van dit beleidspakket? Nou ja, we kijken natuurlijk naar wat rechtvaardig is tussen de generaties. En dan moet je ook kijken naar de staatsschuld, maar je moet natuurlijk ook kijken naar de klimaatschuld. Of je moet ook kijken naar, wat net ook al genoemd werd, naar de crisis die we hebben met de soorten in de wereld, met de natuur die achteruit rent. Dus wij zoeken een balans tussen dat we zeggen, we gaan nu echt aan de slag om de klimaatcrisis aan te pakken, om de soorten op aarde te beschermen. Maar wat we ook willen is dat er inderdaad een flinke bijdrage komt van de grote vervuilers, zodat we ook echt kunnen zorgen dat iedereen deze transitie mee kan maken. En we denken dat deze staatsschuld daarin houdbaar is. Dat we dan niet nu, dat we nu wel zorgen dat we financiële middelen hebben, maar dat we in de toekomst die staatsschuld nog wel draagbaar is. En een van de dingen die ook in ons programma staat, dat vind ik wel heel erg mooi, dat het is een generatietoets voor alle wetten die worden aangenomen. Waarbij we dus niet alleen kijken naar, wat lijkt nu goed, maar dat we ook vooruitkijken naar de volgende generatie en kijken, maar is dat dan ook nog oké voor die generatie? En als laatste misschien, wij hebben ook 320'ers op de lijst staan, die hopelijk allemaal in de Tweede Kamer komen. En die hebben niet zozeer één bepaald onderwerp waar ze in gespecialiseerd zijn, zoals ik. Ik heb natuurlijk 20 jaar klimaatactivisme op mijn naam staan. Maar die zitten ook echt bij ons in de fractie om dadelijk met die blik te kijken. Van ja joh, wat doen we dan en wat betekent dat voor mijn hele leven nog? Niet alleen de komende 10 jaar, maar ook over 50 jaar ben ik er ook nog. Wat betekent dat daarvoor? Dus ik denk dat ook in goede hand is bij de Partij van de Arbeid. Oh, ik zit te popelen om daar ook iets over te zeggen. Mag dat? Zeker. Tuurlijk. omdat, weet je, het is wel zo. Als wij het in de komende jaren niet goed op de rit zetten, dan gaat het jullie niet lukken. Ik bedoel, die verantwoordelijkheid voel ik enorm. Enorm. We hebben het afgelopen jaar gezien dat jullie generatie, ook generatie van mijn kinderen, enorm solidair zijn geweest. Alles wat jullie gedaan hebben, dat deed je niet voor jezelf, want zelf heb je relatief weinig risico gelopen. Maar je kon wel anderen besmetten die veel grotere risico's. En dat jullie hebben geaccepteerd dat je een enorme beperking van je vrijheid en van je jeugd, het is als je jong bent, een enorme tijd.
moeilijke tijd, omdat het zo'n groot deel van je leven is. En dat hebben jullie gedaan. En dan vind ik nu onze taak om in de komende jaren dat gewoon terug te betalen in de zin van, nu gaan we solidair zijn met jullie. En niet alleen maar praten over morgen en ons comfort van morgen en overmorgen, maar waar we staan over 20 jaar en 30 jaar. En waarom is dan die staatsschuld zo belangrijk? Als die staats, als we wat we nu gaan lenen, als we dat goed inzetten in de transitie naar een duurzame economie, dan betaalt die lening zichzelf terug. Als we echter die lening niet goed inzetten en doen wat rechts wil, namelijk wat er al is en wat geen toekomst heeft, weer op poten zetten, geld stoppen zoals bij de vorige crisis in dingen die geen toekomst hebben, dan zitten jullie alleen maar met de schulden straks. En dan wordt het voor jullie wel verdomd lastig om te dragen. En daarom voel ik ook als vader en inmiddels zelfs grootvader, voel ik enorm de verantwoordelijkheid dat, ja, we kunnen niet anders dan nu zo lenen. Dat kan niet anders. Dat is een combinatie van al die crises die ik net noemde. Maar als we het goed inzetten, is dat geen ondraagbare last voor jullie. Integendeel, dan betaalt het zichzelf terug. Maar als we daarin grote fouten maken en niet durven denken in termen van verandering, maar alleen maar in termen van herstel van wat er is, dan laden we jullie op met een schuld en ik wil die verantwoordelijkheid niet. Ik wil niet dat mijn kinderen, dat jullie straks daarmee door het leven moeten. Vandaar dat het zo belangrijk is, de keuze die we in de komende jaren maken. Want als we nou even eerlijk zijn, dit is een vraag van mezelf dan. We hebben nu nog best wel een ruime AOW. Denkt u echt dat wij straks ook een AOW krijgen? Of moeten we ons eigen pensioentje opbouwen? En of zijn we straks maar AOW op ons 80ste? Nee, weet je wat het is? Het punt, jouw AOW wordt het probleem niet. Het probleem wordt of wij in staat zijn. Jullie zijn hoog opgeleid. Dat is een totaal ander verhaal. Maar er is een enorme kloof aan het groeien, ook binnen jullie generatie, tussen hoog opgeleide en niet hoog opgeleide. En de uitdaging wordt in de komende jaren ervoor te zorgen dat iedereen mee kan in die nieuwe economie. Als we dus andere jongeren die niet naar de universiteit kunnen, wel de skills kunnen geven, wel het vakmanschap kunnen geven om in die nieuwe economie te functioneren, dan voorzie ik geen problemen met de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. Waarom niet? Omdat wij als Europeanen, we worden niet meer. We blijven ongeveer gelijk, worden misschien wat minder. En het bedrijfsleven wil hier heel graag die nieuwe economie opzetten. We lopen op een aantal terreinen ook echt voor op de rest van de wereld. Maar daar hebben ze wel heel veel mensen voor nodig. Ik geef je één voorbeeld. Als het ons lukt in de komende jaren een duurzame batterij te ontwikkelen, en we zijn een end op streek, dan zegt die industrie tegen ons, daar hebben wij 800.000 mensen voor nodig. 800.000. Maar die hebben we nu niet, want die hebben niet de juiste opleiding. Dus waar het om gaat in de komende tijd is jullie generatie, en dus niet alleen mensen in het HBO en het universitair onderwijs, maar ook mensen in het MBO en het lager onderwijs, de tools te geven dat ze in die nieuwe economie goed kunnen functioneren. Dan wordt de AOW echt geen probleem. Maar dit moeten we nu wel goed organiseren. Dan hebben we nog een vraag van Floris. Die zegt dat u zelf een aantal jaar geleden voorzitter wilde worden van de Europese Commissie. Maar uiteindelijk werd dit Ursula von der Leyen. Zij is centrumrechts. Wat had u als PvdA-voorzitter nou anders gedaan? Ja, het punt is, ik heb dat nipt verloren in de tijd. Maar ik heb die post niet gekregen. Maar wat ik wel heb gekregen is al mijn beleid wat ik wilde. He, dus zo werkt dat soms in de politiek. Centrumrechts wilde zo ontzettend graag die positie hebben. En daar wilden ze alles voor doen. Dat ze in feite een heel groot deel van ons verkiezingsprogramma beleid van de Europese Commissie hebben gemaakt. Anders was er echt geen Green Deal. De Green Deal is daar het resultaat van, maar is met name het resultaat van de Fridays for Future en de jongerenbeweging die opkomt. Het feit dat wij in de verkiezingscampagne hebben laten zien dat dit zo ontzettend leeft in de samenleving. En ik kan me er echt aan kapot ergeren dat dat nu niet blijkt door het gedrag van politici in de Nederlandse verkiezingscampagne. Ik had het graag, want het leeft bij de mensen. Dat hebben wij toen gezien. En dat, in combinatie met het activisme van de Fridays for Future, heeft tot de Green Deal geleid. Ja, dus ik heb misschien de positie niet gekregen, maar ik heb wel inhoudelijk gekregen wat ik beloof dat in de verkiezingscampagne. Green Deal, meer sociaal beleid, eerlijker tussen de generaties. Al die dingen zitten nu in het programma van de Europese Commissie. En met steun van centrumrechts. Want ja, die steun geven ze omdat zij de positie hebben gekregen. Dus achteraf helemaal niet zo'n heel groot verlies.
Nou ja, het is wel even slikken, kan ik je verzekeren. Als je denkt dat je voorzitter van de commissie wordt, dat gaat niet door. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. En met name slikken, het grootste probleem vond ik dat we hebben campagne gevoerd met als jullie op hem stemmen en op zijn partij, dan, want dat hadden de Europese leiders afgesproken, dan moet een van de spitskandidaten van een van de partijen moet dan ook commissievoorzitter worden. Ja, de regeringsleiders hebben, omdat de man van centrumrechts, die redde het niet. Nou, ze wilde, centrumrechts wilde mij niet. Dus ze hebben ze dat hele systeem overboord gegooid. En dat vond ik wel moeilijk, want we waren naar de kiezers gegaan, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, met de belofte, als we groot genoeg worden, kunnen we de commissievoorzitter leveren. Nou, de regeringsleiders hebben anders beslist. Het was wel even een zuur moment, geef ik eerlijk toe. Nou, ik denk dat we tijd hebben voor nog één laatste vraag. En deze is van meneer Thijssen, van Martijn. Het nieuws over het klimaat is eigenlijk altijd negatief en zwaarmoedig. Zijn er eigenlijk dingen op het gebied van milieu die wel goed gaan? Nou ja, een van de grootste problemen die we natuurlijk kennen, dat gat in de ozonlaag. Daar is wel echt heel goed, daar hebben landen echt wel goede afspraken gemaakt om die ozonvernietigende stoffen uit te faseren en te zorgen dat dat gat weer kleiner wordt. En dat gebeurt nu ook. Dus dat is echt wel een succesverhaal. Zo zijn er wel meer succesverhalen. Als je nu kijkt in de Rijn, dan kun je daarin zwemmen als je zou willen. Zure regen? Precies, de zure regen. Daar zijn natuurlijk ook echt wel successen bereikt. Kijk, en verder denk ik over dat klimaatprobleem. Ik denk dat wat een fantastisch succes is, is dat het nu zo'n bekendheid heeft en dat het zo leeft. En dat iedereen op zijn klompen aanvoelt. Het is wel lekker dat het 18 graden is in februari. Maar het is helemaal niet lekker dat het 18 graden is in februari, want het klopt gewoon niet. Dus ik denk dat die urgentie, dat is heel erg goed. En nu is het, ja, nu is het ook aan leiderschap van de politiek om te zorgen dat we dit echt groot oppakken. Want alle, bijna alle oplossingen voor dit probleem zijn binnen handbereik. We moeten er alleen voor kiezen. Maar ik denk dat Martijn hier wel iets interessants zegt. Namelijk het probleem van de klimaatdepressie. En dat hoor je veel in de academische wereld ook. Dat mensen bijna een soort van depressief worden van de hoeveelheid negatieve media rondom klimaatproblematiek. En daardoor ook zelfs een beetje, ja, toch meer afgaan van het pro-klimaat stemmen. En wat zou je tegen mensen zeggen die eigenlijk het gevoel hebben dat we al verloren hebben? Nou, laat ik dan even vertellen hoe de toekomst eruit ziet. Dus 8 jaar geleden was het de PvdA bij het vorige kabinet. Die heeft gezegd tegen alle inzichten van de planbureaus in, wij gaan massaal windmolens op de Noordzee bouwen. Want als we dat doen, denken we dat die prijs lager kan worden. En dat is gewoon de energiebron die we in de toekomst nodig hebben. 3 jaar geleden is er een windmolenpark vergund op de Noordzee zonder subsidie. Dus wij kunnen nu 100% schone elektriciteit maken op onze eigen Noordzee, die goedkoper is dan kolencentrales en ook en veel goedkoper dan kerncentrales. Wat we kunnen doen met die stroom, want daar moeten we nu op uitbouwen, daarvoor hebben we een Noordzeeakkoord gesloten, de politiek en ook Greenpeace. Wat we nu moeten doen, is dat we veel meer van die molens gaan bouwen. Dat we veel meer zonnepanelen op onze daken leggen, dat op die prijs naar beneden. En wat we dan kunnen doen, is die stroom aan land halen, of in de vorm van elektriciteit, of in de vorm van groene waterstof. Daar kunnen we onze auto's op laten rijden. Daar hebben we geen benzinemotoren mee nodig. Daar kunnen we onze huizen mee verwarmen. Als we die goed isoleren en een warmtepomp neerzetten, kunnen we op die manier onze huizen verwarmen. De industrie kan gewoon van olie en gas af. Die kan op groene stroom en groene waterstof prima draaien. Dus nu moeten we de transitie maken, want hij is binnen handbereik. Ja. Dus zo zie je dat in alle grote sectoren van onze economie, we zijn er bijna. We kunnen er bijna vastpakken die toekomst waarin we klimaatneutraal op een schone manier met elkaar kunnen leven. En als we dat nou slim doen, dan kan ook iedereen dat meemaken op een beetje eerlijke manier. Nou, wat fijn dat we dan. Het is zo belangrijk dat de Partij van de Arbeid zo groot wordt. Daarom ben ik ook naar de Partij van de Arbeid gegaan, want iedereen moet het inderdaad mee kunnen maken. Maar die mooiere, duurzame wereld, die is echt binnen handbereik. We moeten er nu wel echt voor kiezen en vol voor gaan. Nou, wat fijn dat we op zo'n mooie, positieve noot kunnen eindigen. Wij vonden het een heel leuk gesprek. We hebben veel vragen gekregen waar we heel blij mee zijn. Helaas hebben we niet alle vragen kunnen stellen. Maar we zijn heel blij met jullie antwoorden. En ik vond het een ontzettend leuk interview. Dus hartstikke bedankt dat jullie er waren. Beste mensen, ga alsjeblieft stemmen. Het maakt bij mij niet uit op wie. Zorg gewoon dat je goed stemt en stem toch een beetje groen. En voor iedereen die er nog steeds niet uit is, wij hebben bij Room for Discussion maandag een interview met de CPB. Zo, die kwam er even niet helemaal uit. Dus als jullie nog meer willen weten over de doorrekeningen, kijk dan vooral morgen.
krijg ook de studentenstemwijzer waarin we alle partijen interviewen met al hun plannen. Ook elke partij vragen over het klimaat. Mocht je daar op je keuze willen baseren, zorg dat je studentenstemwijzer kijkt. Hartstikke bedankt, nogmaals. Dank je dat je er waren.